Welkom bij weer een hele nieuwe Let's Play Wednesday video. Vandaag ga ik voor het allereerst Livtopia spelen. Samen met mijn zusje Meli. Ik ben zo ongelooflijk benieuwd naar de game. Dus ik heb er ontzettend veel zin in. Maar voordat we gaan beginnen heb ik nog een hele leuke challenge voor jou. Namelijk om deze video een duimpje omhoog te geven. Alleen welke hand moet je ervoor gebruiken? Dat hangt ervan af. Welk seizoen vind je leuker? De zomer of de winter? Ze hebben allebei natuurlijk hun voordelen. Maar denk je, ik vind de zomer het allerleukst. Gebruik dan je linkerhand om dat duimpje omhoog te klikken. En heb je zoiets van, nee, ik hou echt super veel van winter. Gebruik dan je rechterhand om op dat duimpje omhoog te klikken. Ik ben ontzettend benieuwd naar je antwoord. En laten we dan nu meteen beginnen. Hier zijn we dan. Wow, dit ziet er zo ontzettend gaaf uit, jongens. Heel veel van jullie hebben gevraagd om een video te maken over Livtopia. Dus, we zijn verhuisd naar Livtopia vanuit Brookhaven. Maar Brookhaven vinden we ook nog wel heel erg leuk. Dus eigenlijk hebben we nu 2 huizen. Heel spannend. Ik heb er echt ontzettend veel zin in. Er zijn echt heel veel mensen. Ja, ja, ja. Het is wel een hele gezellige community. Oh my goodness, wat gebeurt daar? Nou, volgens mij is er genoeg magie hier zo te vinden. Maar het allereerste is natuurlijk wel zorgen voor een huis. Dus ik ga hier rechts op huis klikken. Oh, dit ziet er gaaf uit. Een platte grond. Ik ga hier zo. Ik klik er gewoon op en dan beeld. Wow, wow. Deze huizen zien er allemaal zo ontzettend cool uit. Oké, ik ga voor deze. Woehoe. Oh, dit is echt ontzettend cool. Meli, Meli, kom eventjes kijken naar mijn huis. Hey, wow. Dit is mijn Hans en Gietje huis. Ja, cool hè. Wow, ik wil eten. Nee, 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 je kan niet mijn huis eten. Oeh, oh, dit vind ik echt heel erg leuk. Ik ben zo ontzettend blij met mijn huis. Oeh. Zo mooi. Ik kan koken. Oh, ik word meteen getransporteerd naar de keuken. Dit is echt geweldig. Wacht, ik ga meteen ook echt een taart maken. Woe. Wow. Oké. Oh, ik heb hem al. Mag ik heb helpen? Hem al. Hier, alsjeblieft. Oh, ik ben super snel. Eet smakelijk. Lekker. Oh, ik heb een karaoke machine. Wat leuk. En hier is een microfoon. Wil jij zingen? Hier, in de microfoon. Yeah. Tada. Dan ga ik een liedje spelen. En go. Okay. Wow, dat klinkt echt geweldig. Dat is jij kan het super goed spelen. Thank you. Jij kan super goed zingen. Oh, en hier is de tv. En er zijn allemaal verschillende dingen die je kunt kijken. Oh my goodness. Dit is live muziek. Kunnen we ook nog naar boven? Oh, we zijn er. We zijn er. Wow. Dit is onze slaapkamer. Yes. Grote slaapkamer. Yes. Het is echt een hele grote. Wat is dit? Wat is dit? Oh, de badkamer. Natuurlijk. Aha. Dus je kan lekker douchen. Wow, dat is echt een gigantische douche. En naar de wc natuurlijk. Nou, volgens mij zijn we nu wel echt heel erg klaar om heel Livtopia te gaan ontdekken. Want ons huis staat hier. Het is geweldig. En het voelt heerlijk om een thuis te hebben. Maar we moeten natuurlijk nog wel eventjes kijken wat je allemaal in deze buurt kan doen. Je kan gewoon op het dak klimmen. Dit is ons eerste avontuur. Kijk ons aan. Oh, dit is zo cool. Hey, het is een jacuzzi op het dak. Wow, cool. Ja, dit is echt heel erg cool. Kijk nou eens eventjes. Dit is echt zo leuk. Oké, ik ga springen. 3, 2, 1, go! Wee! Komt u maar. Ja, goed zo. Ik vind ons huis echt geweldig. We kunnen hier zulke goede feestjes geven en zo. Laten we ook nog meteen eventjes een auto gaan vinden. Want anders gaan we wel heel erg sloom. Oh, er zijn boten, een ambulance, een paard. Dit is wel leuk. Ja! Een carriage! Oké, ga jij achterin rijden? Oh nee, wacht. We kunnen samen rijden. Hier zo. Oh ja, let's go. Wee! Woehoe! Wat zie ik hier? Meli. De mall. De mall. Hier is het winkelcentrum. Oh, ik zie ook een heel gigantische robot hierachter. Wat is dat nou weer voor iets? Hij was inderdaad echt aan het springen. Dat is wel echt een hele, hele, hele grote robot. Dat is een hele grote. Nou, maar hoe krijg ik hem nu dan wel weer aan het springen? Hallo? Kan ik er... Oh! Oh my god. Ik zit erin. Ik ben de robot. Hallo? Ik ben de robot. Hallo? Hoi, Meli. Nee, niet over mij heen. Nee? Oké, ik ga over je heen stappen, hoor. Nee! Ja, hoe moet ik eruit? Ik heb geen idee. Hier zo. Nou, mijn robot is geparkeerd. En nu kunnen we wel gewoon het winkelcentrum in. Het ziet er prachtig uit. Is het een leuk winkelcentrum? Meals. Meals in a minute. Oh, geld. Fastfood. Je moet er geen geld uithalen. Je kan niet zomaar een restaurant overnemen. Oké, wacht. Woehoe. Ik wil wel een kippenboutje. Thank you. Oh, ho, ho. Ik neem pizza. Oké, is goed. Kijk, dan kunnen we gewoon eventjes lekker gaan eten. Nom, 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 nom. Oh, heerlijk, heerlijk, heerlijk. Nom, 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 nom. Dan hebben we nu lekker gegeten. En dan ga ik door. Ik ga echt niet mijn bord opruimen. Hey, dit is jouw favoriet. Oh. Wow, kijk maar op mijn tenen staan. Wow. Oh, wat leuk. Oh, dit vind ik echt heel erg leuk. Oké, ik ga nog eventjes door om te kijken wat er nog meer is. We kunnen boven naar de tweede verdieping gaan. Oeh. Even kijken, omhoog. Ja, nee, Meli, je moet niet de andere... Oh.
Meli breekt weer alle regels. Oké, movies? Movies? Ik wil een film zien. Het is een bioscoop. Oh, dit ziet er zo gaaf uit. Wow. Ik ben echt blij dat we hier wonen. Oké, ik ga erin. Ik had echt niet verwacht dat het hier zou zijn. Oh, dit is echt cool. Dit is echt cool. Oh mijn god. Ja. Oké, ik ga zitten. I am ready. Meli? Ja. Volgens mij gaan ze een horrorfilm beginnen hier zo. Misschien is het maar beter als we niet gaan kijken. Ja, dat bedoel ik. Snel beginnen. Yeah. Weet je wat? We gaan gewoon eventjes door. Wacht, wat? Waar ben je? Oh, je staat hier achter. Wow. Wow! We hebben een tv-station ontdekt. Zo vet. Hallo. Hoi, ik ben Jamila en dit is mijn zusje Meli en wij zijn nieuw hier. Dus als iemand vrienden wilt worden, dan alsjeblieft bel ons. Oké, grapje. Dat ga ik natuurlijk niet doen. Dat is heel erg dom. Wij leven in het speelgoedhuis. Nee, Meli, dat moet je niet zeggen. Je moet niet ons adres weggeven. Een luchtballon. Laten we erin gaan. Ja! Oh, ik kan jullie in ieder geval vertellen dat ik Liftopia echt heel erg leuk vind. Oh, hallo, dat meisje. Hallo. Kom, snel erin voordat hij vertrekt. Oké, waar gaan we naartoe? Oh, je kan het zelf sturen. Ik ben het nu aan het besturen, volgens mij. Het gaat niet zo heel erg snel, maar via de luchtballon kunnen we natuurlijk wel eventjes de hele stad bekijken. Kijk, daar is een kapperszaak en er is ook een kledingwinkel. Oh, hier kun je ijsjes eten in de ice cream shop. Oeh. Lekker, lekker. We hebben ook het brandweerstation en het ziekenhuis. Nou ja, volgens mij zitten er echt wel genoeg dingen hier zo. En er is ook een school. Kom, Meli, laten we eventjes de school gaan checken. Want als de school niet leuk is, dan weet ik niet of ik hier wel wil leven. We gaan even uitspringen. En go, Meli. Ah! Oeh, hier ben ik dan. Let's go to the school. Wow, ik zie daar ook een vliegtuig. Meli, denk je dat we zo meteen kunnen vliegen? Ik wil heel graag vliegen. Ja, maar we gaan eerst naar de school. Oh, deze school ziet er echt heel gaaf uit. Allereerst Zeker. Hebben we hier de directeur. We moeten misschien maar eventjes ons gaan aanmelden in deze school. Nou, hij is er niet. Oh ja, het is een zaterdag. Dat was ik even vergeten. Oh, hier is het auditorium. Oh, dit ziet er echt heel erg gaaf uit. Met de piano. Wow. Wil jij spelen? Dan ga ik weer eventjes aan de lichten. Ja. Kijk, ik zet mijn spotlight op jou. Zie je het ja. gaan? Oh, wat speel je een mooi piano, Meli. Ik kan het niet horen vanuit hier. Het is helemaal soundproof. Dus ik ga er maar gewoon weer uit. Hoi, Meli. Hoi. Hallo. Even kijken wat ze hier allemaal aan te bieden hebben. Oh, een eitje. Appel, banaan. Oké, dan is het nu misschien tijd om op zoek te gaan naar het vliegtuig. Maar we hebben ook nog een choo-choo-trein. Wat leuk. Choo-choo-trein! Ik wil rijden. Choo-choo! Oké, jij mag rijden. Ik ga erin. Oh, jee. Okay. Go. En hupsakee. Wow, er is een oceanarium. Het ziet er allemaal zo ontzettend gaaf uit. Zo, Meli, dat gaat echt heel erg lekker. Sorry. Oké, we zijn er bij de luchthaven. Yay. Oké. Nou, ik ben heel erg benieuwd. Waar gaan we naartoe als we met de vliegtuig gaan? Zo, hoi Meli, ik ben er. Hallo. Hey, bagage. Nou, ik neem gewoon een koffer mee, hè? Hier moet je mensen ophalen. Heb je nou een koffer gestolen, Meli? Ja. Heb jij nou een koffer gestolen? Dat zou ik nooit doen. Nooit. Nee. Nooit. Oh, okay, onze koffer. Yeah! Oké, we hebben onze koffers. En dan gaan we heel erg snel, zo met het vliegtuig, even naar de ingang van het vliegveld. Halalala, hallo. Ik kom even mijn tas hier zo inleggen. Ja, goed zo. Meli, niet zelf meegaan. Nee, oké. Dan kunnen we hier naar binnen. Zo. Oké, dan gaan we hier doorheen. Ah, gelukkig. Ik heb geen wapens op me. Dus ja, ik neem aan dat dat niet af zou gaan. Niet. Hallo mevrouw. We willen graag naar het vliegtuig. Ja, want we hebben de ticket gekocht. Oh, ik zie hem al aankomen. Door het raam. Kom op, Meli. Anders zijn we te laat voor het vliegtuig. Ik ga rennen. Wow. Dit ziet er geweldig uit. Oh, we zijn er. Hallo allemaal. Hallo. Zijn wij de enige? Wow, er is een boven. Huh? Dat is wel heel cool. Oh mijn god. Eerste klas. Ja, yes. We hebben eerste klas hoor. We hebben gewoon het hele vliegtuig voor onszelf. Weet je wat? Dan ga ik ook echt gewoon lekker in eerste klas chillen. Ik vind het wel prima. Er is een badkamer. What? Oh, je kan lekker een douche in het vliegtuig. Je kan ook gewoon slapen. Zo, ik voelde me wel een beetje vies hoor. Maar nu is het weer helemaal goed. Wat? Is er een bed? Ja. Wow, er is gewoon een luxe bed. Dan ga ik ook maar eventjes slapen. En dan ben ik heel erg benieuwd waar we uiteindelijk uit gaan komen. Oké, we moeten ons klaarmaken voor landing. Dus alles moet weer weg. En we moeten weer rechtop zetten. En oh, we zijn ook inderdaad aan het landen. Ik ben zo ontzettend benieuwd. 2-1. Go! Yay! Yay. Oké, let's go. Ha! Meli, we zijn aangekomen. Yes! Woehoe!
En waar zijn we nu? Op de Dream Island. Dit is zo gaaf, meiden. Zo gaaf. Oké, we kunnen eruit. Oh, hey, moeten we niet... Waar is onze bagage? Oh, moeten we niet onze bagage? Ja, waar is dat eigenlijk? Hm? Hallo? Nou, ik weet niet waar de koffers zijn, maar maakt niet uit. Het wordt vast wel naar ons vakantiehuisje gestuurd. Dus hier zijn we dan. Wow. Oh, dit is echt zo ontzettend cool. Dit is zo gaaf. Oké, het eiland is nog wel onder constructie. Maar dit lijkt een beetje op een soort van dierentuin of zo. Er zijn flamingo's. En wat hebben we nog meer? Wow, er is een jacht. Een cruise. Hey, Meli, we kunnen misschien met deze kleine bootjes lekker varen. Oh ja. Wil jij surfen of wil jij varen? Okay. Nee, ik ga gaan rijden. Oké, is goed. En go. Wee. Oh, oeps. Oeps, wacht even. Ah, ik ben er vanaf gevallen. Meli, ik ben hier nog. En... Oh, bijna. Ja, oké, ik sta er weer op. En go. Wee. En we gaan draaien. Oh, wow. Ik word er bijna duizelig van, joh. Dit is wel echt heel erg gaaf zo in het maanlicht. Wow. I denk je dat dat ons vakantiehuis is? Ik denk het. Ja, vast wel. En als dat niet zo is, dan gaan we gewoon maar eventjes inbreken. Toch? Want dat doen we altijd. Let's go. Deze is van Airman. We kunnen vast wel naar binnen. Toch? Yes. Meli, ik heb hem heel. Ja. Oké, we gaan eventjes omhoog. Wow, dit is heel cool. Hier wil je de boot versturen. Dit is wel heel erg handig voor als we vallen. Oh, ik pas niet helemaal. Ik ben te groot. En hier gaan we naar binnen. Ah, ik mag er niet in. Ik zie het, ja. Ik word gewoon geteleporteerd. Ja, ik word ook geteleporteerd zodra ik het probeer. Oké, nou dan is dat helaas niet helemaal voor ons bedoeld. Jammer. Ik vind het wel leuk om in te breken. Maar ja, andere mensen vinden dat wat minder leuk. Oh, het is weer een mooi en prachtig daglicht geworden. Maar ik vind het wel leuk op dit eiland. Alleen, ik wil toch nog wel eventjes terug naar onze buurt. En mijn eigen huis. Ja, ik ook. Dus ik ga even kijken of het lukt om te teleporteren. Woehee! Woehee! Oeps, ik heb een souvenir meegenomen. Oh. Kom, we gaan weer eventjes terug in ons paardenwagen. Oh, dit meisje is hier ook. Nou ja, maakt niet uit. Komt u maar. Dan ga ik jullie alle twee eventjes transporteren. Want één ding wat me ook echt ontzettend leuk lijkt. En waarvan ik zeker weet dat jij het ook wel leuk vindt. Is... Oceanarium. Wow. Oh, dit is echt zo leuk. Kom, we gaan hier gewoon eventjes lekker op bezoek. Oh, daar gaat mijn paard. Hij is een beetje losgegaan. Kom, we gaan naar binnen, Meli. We willen graag eventjes het Oceanarium bekijken. Ja, is goed. Waar kunnen we als allereerst gaan? Moeten we hier zo naar beneden, Meli? Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Wow. Oh, we zijn binnen. Yes! Dat ziet er zo gaaf uit. Ik zie zoveel leuke dingen. Daar is echt een gigantische schildpad. Hier hebben we kleine visjes. Oh, schattig. Oh, en hier zijn clownvissen. Nou. Wist je dat zij een parasiet hebben die hun tong opeet? En dan doen ze net alsof zij de tong zijn van de vis. Leuk feitje. Echt? Ja. Oké. Lijkt me echt heel erg eng. Ik zou graag mijn eigen tong willen behouden. Oh, we kunnen met de lift hier naar beneden. Oh ja, we zijn een stukje omlaag gegaan. En nu kunnen we nog meer van dit gigantische aquarium zien. Het zou echt zo cool zijn als er haaien waren. Ik wil echt heel erg graag een haai zien. Oh, dit is cool. Misschien komen we nog wat tegen. Nou ja, ik weet het niet. Volgens mij niet, want ik zie ze niet. En dan zouden ze natuurlijk alle visjes opeten. Dus helaas, dat is dan wel weer jammer. Wat is dit dan? Even kijken, wat is dit? Oh, hier is ook een schildpad. Volgens mij, je kan het niet zo heel erg goed zien. Wacht eens eventjes. Bailey, volgens mij kunnen we zwemmen. Oh, dat is zo cool. Nee, ik weet niet of ik dit durf. Dat is zo eng. Maar nou, ik ga. Go. Wow. Hallo, schildpad. Hallo. Hallo. Het is echt zo ontzettend cool. What? Ik vind het geweldig. Kijk, ik zit op de schildpad. Oh, en nu kan ik hier eventjes zijn. Wow. Zit jij op de schildpad? Wacht eens eventjes. Ik zat op de schildpad, ja. Echt? Kan dat? Ik wil er ook op zitten. Nee, jij kan niet echt zitten. Je kan niet echt zitten, maar gewoon een beetje met de schildpad meezwemmen. Woehee. Dat was zo cool. Dat was echt heel erg cool. Oké, nu kunnen we wel weer met de lift helemaal naar boven. Maar ik denk niet de eerste verdieping. Laten we de tweede gaan bekijken. Ik ben wel benieuwd wat er daar dan is. Wow. Oh, is een terrasje hier zo? Oh, is een restaurantje. Ah, dat is echt heel erg gezellig. En je kan door de verrekijker kijken, of niet? Oh, kunnen we inzoomen? Oh, dit is echt zo leuk. Oké, ik ga hier zo eruit. Ik ben een DJ. Nou, de geluidjes zijn echt heel erg goed in deze game, trouwens. En we kunnen ook een volleybal spelen. Oh, hier is zelfs een eilandje. En kan ik... Wacht eventjes, ik heb hier een knopje. Ik ga erop klikken. Ja! Perfect. Ik wil ook. Oeps, go. Ja. Oh, ik moet hier gewoon op klikken. En dan ervoor zorgen dat hij in het midden zit. Oh! Oké, ik ben echt mega getalenteerd. Wow.
Wow, kijk dan. Jij ook. Dat heb je echt supergoed gedaan. Nou, het strand is wel heel erg leuk, maar eiland hebben we al gehad. En wat is hier dan? Een zoo. Oh, dit een dierentuin. Is de dierentuin. Yes! Oh, ik wil heel erg graag naar de dierentuin, want dat vind ik echt heel erg leuk. Topia Zoo. Hallo, hallo, hallo. Oh, ze zijn er niet. Nou, weet je wat? Dan is het gratis. Let's go. Oh, hier kunnen we onze spullen zo op de dingetjes leggen. Nou ja, ik heb helemaal niks bij me, dus we kunnen vast wel gewoon naar buiten. De dierentuinshuffle. Oh, dus we moeten met de bus hier zo naar de dierentuin. Oké, is goed. Ik stap erop. Zo, wow, ik word meteen geteleporteerd. We zijn er. We zijn er. Wow. Is het een dierentuin of meer een safari? Wat denk jij? Oh, we kunnen hier ook kinderfeestjes geven. Wat leuk. Wow, wow. Ik heb het daar. Is goed. En hier is een... Oh, ze schattig beertje. I like it. En dit is ook beertje. Leuk. Kijk naar mijn beertje. Oh, zo schattig. Ik ben wel aan knuffelen. Oké, moeten we betalen? Hallo, mevrouw? Is er iemand? We hoeven niet te betalen. Dus het is gratis. Let's go. Yay. Oké, kijk. Kijk, Jamila, ik zag hier het pandahuis. Een pandahuis? Oké. Meli, dus even je ogen dicht. Oké. Zo. Oké, je mag je ogen weer open doen. Wow! Ah. Hey! Oké, het pandahuis. Waar was die ook alweer? Waar zei je het? Oh, hier. Rechts. Oké, is goed. We gaan naar binnen. Oeh, dat ziet er echt heel erg gezellig uit. Wat leuk. Hi. Oh, het zijn babypanda's. Babypanda's. Dit is zo ontzettend schattig, Meli. Dit is echt zo lief. We kunnen babypanda's vasthouden. Oh my god. Oké, ik ga hier zo badderen. Zo. Ja, babypanda. Oh, hij is helemaal leuk. Hij is helemaal verliefd. Ik word ook verliefd op leuk. Oké, ik pak hem weer vast. Lekker gebadderd. En nu kan hij... Oh, ga jij daarop? En dan ga ik hier. Kijk, ze zijn vrienden. Oh, dat is echt heel erg schattig. Oké, vind je het leuk om ook nog eventjes te schommelen, babypanda? Kom maar hier zo. Meli, dat is niet voor jou, het is voor de panda's. Oh, sorry. Zo, go. En schommel. Ja, ga maar lekker door me heen schommelen. Helemaal goed. Oh ja, we moeten natuurlijk ook nog eventjes een bamboe eten geven. Hier, alsjeblieft. Ga maar lekker eten, babypanda. Goed, ik denk dat we nu alweer goed hebben verzorgd. Ja. En dan kunnen we door. Zo. Woehee. Meli. Let's go. Je mag geen panda's kidnappen. Nee, maar... Meli? Ze zijn zo lief. Nee. Zet de panda terug. Panda nepper. Okay. Ja, oké, goed zo. En let's go. Doei, lieve even kijken. Panda's. Wat zijn we nog meer? Oh, zebra's. Oh, ik hou van zebra's. Dat zijn een van mijn favoriete dieren. Oh, kunnen we de zebra's voeren? Ik heb hier zo. De animals komen naar je toe om eten te eten. Oké, hier. Alsjeblieft. Wow. Hier. Ja. Oh, ze zijn lekker aan het eten. Oh, dat is echt heel erg leuk. Oké, dan ga ik door naar de giraffen. Giraffen zijn cool. Een van mijn favoriete dieren. Oké, ik geef hier ook een takje aan de giraf. Oh, hij komt al rennen. Ja. Alsjeblieft. En eet smakelijk. En het is tijd om weer terug naar huis te gaan. Dus, let's go. Nou, ik vind het echt heel erg fijn dat je zo kan teleporteren. En dan ben je echt zo weer thuis. Ja, hier zijn we dan. En het is eindelijk nacht. Meli? Hij zit er al. Leuk. Oh, mijn god. Ik vind het heel spannend. Ik wil echt weten. Oké, let's go. Oh, je kan gewoon zo klimmen. Wow, je gaat echt zo snel. Vet snel. Wee! Go. En we zijn bijna bovenaan. Ziet er geweldig uit. And let's do it. Wow. We zijn nu in de wolken en we zijn echt mini school geworden. Oh, kijk. Hallo. Het is een lieve heersbeestje, maar hij is wel echt heel erg groot en een beetje eng nu. En wat mieren daar. Mieren? Oeh, hallo miertjes. Tjur. Wat is er allemaal te zien? Er is volgens mij dit hele magische huisje. Oh jeetje, lukt het wel om hier op te klimmen? Oh ja. Zo, Meli? Wow, kijk die voetstappen. Ja, die zijn best wel groot. Ik ben een beetje bang voor een reuze persoon. Oh, ik zie hem. Wat? Waar? Kom eens hier, kom hier. Oké, ik kom al. Kijk, als je die kant op kijkt, zie je allemaal zetjes. Alsof iemand slaapt. Oh my goodness. Oké, dan is nu onze kans om hier zo in het huis te gaan ontdekken. Ik denk dat we wel door deze deur heen kunnen, denk je niet? Denk ik ook wel. Oké, ik ga en let's go. Zo. Nee, dat kan niet. We kunnen niet door de voordeur heen, Meli. Hoe moeten we er dan doorheen? Oh nee. Oh, wacht, Ik heb hier iets. Ik heb iets ontdekt. Nog een soort van bonenstaak. Oh wow. En klimmen. Zo. Wiehie. En ja, ik ben er. Oh, ik ben in ieder geval op het dak. Maar dat ziet er ook wel echt heel erg gaaf uit. En hier is een spinnenweb. Is dat wel slim om erin te gaan zitten? Ah! Wow!
Hoeps. We moeten in de schoorsteen gaan springen. Go. Hup. Bijna, maar toch niet helemaal. Nog één poging en anders doen we het gewoon niet hoor. Rup. Ja. Helaas. Het is me niet gelukt, Meli. Zullen we nog eventjes die reus gaan bekijken? En dan heb ik het wel weer genoeg gehad hier zo hoor. Wiehie. Ja. Oh, en gesprongen. Oké. Okay. Oh nee. Ik ben van zo'n grote hoogte gesprongen dat ik een gebroken been en een gebroken arm heb. Oh, jij ook? Ja. Oepsie. Ja, niet helemaal veilig. Maar goed, gelukkig hebben we het nog wel overleefd. Het doet alleen gewoon heel erg veel pijn. Dat is het enige. En hallo. Oh, wow. Oh, dat had ik echt totaal niet verwacht. Het is een olifant. Huh? Ik dacht dat het een heel groot mens zou zijn. Oh, ik ook. Slaap lekker, lieve olifant. Ik vind je echt heel erg schattig. Superleuk. Gewoon een magisch olifantje. Banana. Met bananen. Oh, deze mier probeert de banaan te stelen. Heel erg gemeen. Uh-oh. Nou, ik ben echt heel blij dat we dit hebben ontdekt. Want het was super, super spannend. Maar nu hebben we wel gebroken armen. Dus ik denk dat het nu toch echt officieel het einde is van ons avontuur. Dus, Meli, ik vond het geweldig. Heel erg bedankt dat je met mij mee bent verhuisd naar Liftopia. En yes. Deze video was helemaal een hartstikke geslaagd. Als je dit gedeelte van de video ziet, dan betekent het dat je hem helemaal tot aan het einde hebt gekeken. En dat kun je bewijzen door de vraag van vandaag te beantwoorden. En die is, wat is jouw favoriete Roblox game? Ik ben er echt heel erg nieuwsgierig naar je antwoord. Laat het me zeker weten in de reacties hieronder deze video. En dan zie ik jou natuurlijk weer in de volgende video. Doei!